Gisteren werd besloten om 8 uur dat hij niet doorging. Was dat voor jullie eigenlijk een teleurstelling? Of hadden jullie sowieso besloten hem voor die tijd te gaan schaatsen? Nou, eerlijk gezegd wel voorzien. Je kon wel zien dat het ging niet lukken. Dus dat was voor ons een reden om toch het vooral wel te gaan doen. Om 8 uur zaten we al in de auto onderweg naar Friesland. Ja. Ja. En is het dan juichen als je het op de radio hoort? Of nee, is het teleurstelling? Nee, natuurlijk niet. Er zijn toch een heleboel mensen die heel graag willen dat hij doorgaat. Ja. En het maakt voor ons niks uit, want we zouden toch wel gaan. Jullie hadden sowieso al besloten, dit wordt de dag om die tocht te gaan maken. Heb je van tevoren al veel op dat ijs gezeten om te kijken of het wel kon? Ja, ook. Maar sowieso, als er ijs is, dan is er maar één ding belangrijk in het leven. En dat is schaatsen. Oh. Ja. Dus dat doe ik sinds donderdag nu. En dan, dat gaat door tot het dooit. Ja, dat is tot een maandag, dinsdag zo'n beetje. Ja, nou, wie weet valt het mee, duurt het nog wat langer. Ik heb vandaag bedacht tijdens het schaatsen dat ik vooraf dit jaar de 100 kilometer nog niet gehaald heb aan schaatskilometers. En dat is kennelijk niet nodig om hem toch uit te kunnen schaatsen? Ik heb wel ontzettend afgezien en mijn benen trillen aan alle kanten. Ja. Maar het is dus kennelijk inderdaad niet nodig. Half 7 stonden jullie op het ijs. We hebben wat fragmenten die jullie zelf hebben gefilmd. Of in ieder geval die jullie onszelf hebben aangeleverd. Wat op het ijs gebeurt heb ik gefilmd. En er was er nog iemand anders bij die stond af en toe langs de kant. Right. Laten we even kijken naar een stukje vast. Hey jongens. Wegwezen. Yes. Oké. Zo jongens. Niet vergeten te stempelen. Mooi ijs. Het gaat echt bijna vanzelf, echt spoedig. Vierde kei maar kom. Dat David bracht dat God schoon. Op zonder. Nou jongens, zo'n mooi hekje met zo'n mooi matje. Dat kan er toch niet zomaar liggen? Dat is niet toevallig hoor. We zijn net doorgemaakt. Op weg naar Hinderlopen. Nou, de sfeer zit erin hoor. Met dank aan de sneeuwruimers. Jezus, wat hebben zij dat goed gedaan, zeg. Hoe kun je zo vliegen? Dat is daarvoor. Halleluja. We zijn er bijna, zeg. Halleluja. Gefeliciteerd. Jullie vertrokken met hoeveel man? We zijn met z'n 8 vertrokken. En met z'n hoeveel zijn jullie geëindigd? Met z'n 6. Met z'n 6. Er is één iemand ziek geworden. We noemen geen namen. En er is iemand die was te vermoeid. Juist. Hoe gaat dat? Want de eerste wordt ziek of raakt vermoeid. Is er dan een moment dat jullie elkaar aankijken en zeggen, we stoppen allemaal? Nee, hoe gaat dat? Wij zijn geen wedstrijdrijders. Wij gaan niet als een idioot alleen maar door. Kijk even achterom, er ligt er één achter, we houden wat in. Iemand gaat hem even ophalen, dan kan er weer aangesloten worden. Ja. Het is gezellig, we hebben hartstikke veel gekletst vandaag. Maar er is wel een afspraak dat als je onderling van tevoren, van als je de zaak te veel ophoudt, dan stop je. Ja, dus en dan heeft iedereen zich ook, die twee hebben zich al keurig aan die afspraak gehouden. We hebben ook zeker niet zo'n voor in te grijpen. Wat hou jij daar vast? Ja, een stok. Ja, ik moet wel bekennen dat. Het leek net alsof jullie aan elkaar vast zaten. Nou, nee, kijk, aan de stok, dat is een ouderwetse methode. Ja. Aan de stok schaatsen. Met schaatsen is het heel prettig om het met iemand aan de stok te hebben. Met name Leontien wou ik noemen. Want ik heb 100 kilometer met haar aan de stok gezeten en ik achter. Maar wat is het voordeel van die stok? Nou, dat je net als met wielrennen, dat je dus uit de wind en in de slipstream genomen wordt. En dat scheelt een hoop energie. Maar is het ook zo dat je dan zelf veel minder schaats als je die stok vasthoudt? Nee. Je laat je niet trekken, maar je wordt mee. Het helpt. Het helpt. Ja, ik duwde er. Nee, maar dat is dus maar 100 kilometer. Dus je hebt ook 100 kilometer zonder stok geschaatst. Ik ook, zonder. Ja. Ja, klopt. Maar nog even, er haakt iemand af.
Ja. En dan is het gewoon afgelopen. Ja. En jullie schaatsen door, ja. Geen gezeur. Ja. En dan haakt de volgende. Wanneer haakte de eerste af? Na hoeveel keer? Ja, dat was al vroeg. Oh, ja? Dat was al na een uur of twee. Ja. Oh jee. Een beetje slappig. Maar ja. 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 Jullie zijn vriendenclubje, hè? Ja. Nog wel. Dat kent nog wel. We gaan binnenkort weer zelfs met deze persoon weer naar Zweden. Maar hij zal er nog veel over horen. Natuurlijk. Ja, maar vriendenclubje van deze 8 mensen. Ja. Weet je, ik ben niet een schaatser die heel vaak al. Maar ik heb 2 keer eerder in mijn leven meer dan 100 kilometer geschaatst. En dat was in 1996 en in 1997. En toen was het ook de Elfsteden, toch? Ja, in 97, ja. Ja, in 96 deden we het ook. Toen ging hij ook niet door, ja. Net zoals nu. Ja. Maar toen waren we ook 1 dag van tevoren het hele rondje. En die, want je zegt vriendenclubje, 5 daarvan waren er nu ook weer bij. Juist. Dus we kennen elkaar al lang. Zijn jullie nou heel goed voorbereid in de zin dat je van alles bij je hebt voor wat er... Ik zag net bij de voorbereiding iemand in een wak. Ja. Meestal worden wij dan gewaarschuwd dat je daar eigenlijk nooit meer uitkomt. Dat je vanzelf een soort ijsman wordt. Maar jullie hebben daar blijkbaar... Ja. Maar vandaag is een andere manier van schaatsen. We hebben het over andere... Mag ik het over andere studies? Vandaag hoefde dat niet, want was het ijs wel safe. Maar ja, en we weten dat zeker in het begin van een ijsperiode... dat niet altijd even betrouwbaar is. Dan kan je 2 dingen doen, wachten tot het ijs betrouwbaar is. En meestal dood tegen die tijd. Of je neemt het risico van erdoor gaan. En daar hebben wij een aantal zaken voor... Zoals bijvoorbeeld deze prachtige ijspriemen, die je zo uit elkaar kon trekken, dan gaat het eens mis. Ja. En waarbij je liggend op het ijs jezelf uit het ijs kan trekken. Nog handiger is dat we altijd in onze rugzak een mooi touw hebben. En zodra iemand erin ligt, pak je dat touw, gooit het toe en trekt hem eruit. Dus in dit geval ging Joris erdoor donderdag, vrijdag. Nou, donderdag zijn we met z'n 6 gegaan en toen zijn er 3 natte pakken gegaan. 3 zijn er doorheen gegaan. Maar, maar we hebben hem er in 30 seconden uit. Maar we hebben de beelden gezien, meer gezien dan wat wij nu kunnen laten zien. En hij bloedde verschrikkelijk. Dus het was een ongelukkig val. Ja. Of was die priem in het gezicht hij viel op, dat was echt pech hoor. Dat gebeurt echt zelden. Hij viel op de ijsrand. Ja. Maar, dus als dit nu was gebeurd vandaag? Nee, vandaag dat gebeurt gewoon niet. Je weet dat er overal meer dan 5 centimeter ligt. Ja, wel, maar we hebben hier nog een ijsmeester gehad. Die was de dag ervoor er nog doorheen gezakt. Ja. Dus je kunt pech hebben. Ja, dat is onhandig. Is het dan, wat doe je dan eigenlijk? We schaatsen veel op krakend ijs, maar vandaag was het... Dat is echt mooi. Goed ijs. Als je doorzakt, dan ben je helemaal nat. Ja. Dus, ja, als normale mensen. Ja, heel veel. En als je doorzakt, rugzak. Ja. En in die rugzak zit een waterdichte zak en daar zit een extra setje kleding in. Ja. Dus even verkleden en dan kan je weer door. Binnen 10 minuten droge kleren aan doorschrijven. Hoe kijken die Friesen naar jullie eigenlijk vandaag? We hebben er best veel gesproken. Ze vinden het oké. Okay. Want kijk, je kunt niet meteen als je jullie ziet schaatsen weten dat jullie, waar jullie zijn opgestapt en wat jullie einddoel is. Want heel veel mensen schaatsen natuurlijk een stukje van die route. Ja. Of wisten ze dat wel? Ze zien wel een beetje aan de manier waarop je gaat of je serieus bezig bent of een tochtje maakt. Maar trouwens anderen die ook de hele tocht hebben gedaan. Ja. We schatten iets van tussen de 50 en de 100 kwamen we tegen. Waarvan we dachten, want wij gingen dus de andere kant uit van, nou, die zullen ook wel. En zijn ze dan serieus? Zijn ze dan omdraaien, jongens, jullie gaan de verkeerde kant? Dat zeiden ze niet. Nee, dat niet. Nee. Ik denk dit weekend neem ik aan dat duizenden mensen het gaan doen. Wat, wat de reden was waarom jullie de andere kant gingen, had dat met de wind te maken? Of? En het had zijn gunsten, want het was gunstiger met mijn verwante wind. Je zegt het een beetje aarzelend. Nou ja, Kai vond dat onzin. Die vond van, wind. Maar het begon vanmorgen met noordenwind en daarna draaide die naar oost. Ja. En als je dan omgekeerd gaat, of als je dan eerst... Max was bang dat hij te veel wind tegen zou. Ja, daar komt het. Wat was het moeilijkste stuk? Voor mij duidelijk de laatste 20 kilometer, want ik wist echt niet meer waar ik het moest zoeken. Maar de hele dag ging ik heel goed en de laatste 20 kilometer ben ik 2 of 3 keer hard gevallen. Moe, donker, ongecoördineerd. Zullen we nog even kijken? Want we hebben een stuk over de luts, dat is wel een moeilijk stuk. Ja. Dat was een slecht stuk, Of een te dun ijs. Ja, niet... Gaan we dat zien, jongens? Nou, dit is dan de veelbesproken luts. Prachtig zwart ijs, hier en daar een ribbeltje. Ja, krijgen we dat. Ja, we doen die bij de hand Amsterdammers, die gaan erop. Nou, daar gaan we dan. Levensgevaarlijke luts. Eerlijk gezegd heb ik het wel eens gevaarlijker gezien, maar ik heb er niet het meeste verstand van.
Ik ben blij dat we erop kunnen en ik vind het schitterend. Maar wat is nou zo duidelijk als iets? Als daar 10.000 mensen overheen gaan, klopt. Dan is het fout. Ja. Okay, er is geen enkele twijfel over de juistheid van de beslissing. Nee, het straalt ervan af dat dat een goede beslissing was geweest. Ja. Maar dat gaat wel over. Maar jullie zeggen dit weekend gaan duizenden het proberen. Ja. Dus dat wordt dan gevaarlijk. Ja, maar duizenden zijn 20.000 tegelijk achter elkaar. Zo'n dag is natuurlijk vreselijk. 15.000 man tegelijk over zo'n luts, dat kan niet. Ja. Maar als je dat een beetje spreidt... Is dit eigenlijk niet veel leuker dan in die tour? Ja, vond ik wel, ja. Ik heb geen keus, want je zou maar lid moeten zijn. Ben ik niet. Nee, maar ik ben uitgelopen. Maar ik weet zeker dat ik dit veel leuker vind. Want het is avontuurlijker in zekere zin. Want en het is in de stilte. Terwijl je anders met... Wij vinden dat prettig om in de natuur te schaatsen. Is het nu zo dat... We hebben natuurlijk jullie tenminste één van jullie door het vak zien gaan. Je zei dat er drie toen door het vak gingen. Is het wel eens zo geweest dat je denkt... dat is toch maar net goed afgelopen? Of? Nee, eigenlijk niet. Het is, kijk, je moet het zien als horizontale bergsport. En als je goed bent voorbereid... Het is net zo, de Alpen zijn ook gevaarlijk. En bergsport is ook gevaarlijk. Ja. Ja, tenzij je goed bent voorbereid. We oefenen ook. Een aantal van ons oefenen ook echt in een vak rijden. En uitkomende. We oefenen met touw gooien. We gaan daar... Ja, we vinden het nu wel heel erg leuk, maar we gaan er ook wel echt serieus mee om. Ja. Is er een leeftijdsgrens voor de club? Hoe oud ben jij? ik ben, volgend jaar word ik 60. We zijn jonger dan de gemiddelde Elfstede. Ik ben 44. 46, nou bravo. Ja, ben jij een schaatser dan, Ingeborg? Absoluut niet. Maar je bent nu wel geprikkeld om... Nee, ook niet. Maar ik vind het wel. Vorige keer was 200 kilometer dan als je 60 bent. Het is heerlijk. Ik heb wel gehoord, maar misschien heb ik me vergist, dat jullie wel eens met een helikopter van het ijs af zijn gehaald. Ja, dat gaat wel. Net als in de bergsport gaat er wel eens wat mis. Ja, dus toch. En hier in Amsterdam zie ik de trauma-helikopter iedere dag en het verkeer gaat ook wel eens wat mis. Nee. Ja. Dus je loopt een zeker risico en dat kan je heel erg inperken, maar ja, soms... Maar hoe ging dat dan met die helikopter? Nou, het was op een Zweeds meer met harde wind en dan wil je wel eens opeens door de harde wind op een schots beëindigen en daar niet meer af kunnen. Het ijs kan breken, de wind draait, de stroming verandert en dan hoe je erop kwam, daar is water en dan ga je terug, maar daar is het inmiddels ook afgebroken. En je had de mobiele telefoon bij je? Zweden is bereik heel goed en je had de GPS, dus hoeft alleen de GPS of in dit geval... Maar dat is niet iets om trots op te zijn. Nee, het is niet de bedoeling, maar het kan gebeuren. Staat er nog iets op schema voor jullie? Of is het nu klaar? Voor mij, ik heb even genoeg ijs gedaan. Oh nee. We gaan door en in maart, als het hier zeker afgelopen is, moeten we nog naar Zweden. Ja. En misschien nog wel begin april naar Finland. Ja. Want het is eigenlijk altijd wel ijs ergens. Ja. We hebben een heerlijke dag gehad. Ja. Week. Ja, alle stralende gezichten. Ik zie het. Schitterende dag. Ik zie het. En de dames waren goed, zeg. Ja, ik geloof het. Maar zijn jullie verder gepensioneerd dat je daar zoveel tijd voor hebt? Ik heb een natuurijsbeding in mijn arbeidsovereenkomst. Dat is het. En jij ook zoiets? Nee, ik ben filmmaker. En daar hoort bij dat ik ook heel graag filmpjes maak over ijs en schaatsen. Ja, dus je was gewoon aan het werk eigenlijk? Dit gaat nog vervolgen. Voor de boekhouder. Want er zijn hele mooie beelden gemaakt vandaag. Als er iemand geïnteresseerd is in een omroep of een producent... De hel van 2012. Er zit iets moois in. Ja. Kijk, een prachtige filmpjes maken. We hebben beeld van jullie, behalve wat we hebben laten zien, ook meer beeld wat op de website staat van www.pauwenwitteman.nl. En alle filmproducenten die klikken dat regelmatig. Ja, altijd.